dood. Ja, Olaf die heeft namelijk gedacht dat het enig is om in een uur tijd een nieuw instrument te leren spelen. Dus hij is nu aan het oefenen in een ruimte hier verderop. En Bas, jij bent de leraar. Jij hebt zelf het helemaal in de vingers wat betreft die trompet. Hoe gaat het bij Olaf? Ja. Zo, wat hoor je? Gaat goed? Dit is goed? Nou ja, dit is voor een half uur, wat? Nog geen half uur werk is het erg goed. Ik wil even eerlijk zijn. Nee, maar dit is echt goed. Het is echt goed. Echt, oprecht. Moet hij nog veel leren? Nu zeg maar voor dat, wat hij straks gaat doen. Ik snap dat hij nog een heleboel kan leren waar hij trompet bent, maar voor wat hij straks gaat doen. Strauss, tijdens de clash. Hij moet nog leren trompet spelen dan. verder gaat het al goed hoor. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Ik ga heel even vragen aan Olaf, heel even stoppen. Heb je al zere wangen? Het is vooral die lippen. Echt. Ja, superleuk hoor. Ja, ik ben heel blij dat jij dit aandurft. Bas, klopt dat? Zere lippen, dan krijg je weer snel. Ontwikkel je niet een beetje ilt of zo? Ja, je ontwikkelt ilt, maar het is vooral de trilling waar je heel erg aan moet werken. Dus hij heeft echt tintelende lippen over een half uurtje. Ik moet niet in de last schieten straks als hij hier tijdens die clash bezig is. Dus ga snel met hem aan de slag en heel veel succes.